Welkom bij een nieuwe video. Ik sta vandaag, ik zit niet, dus eventjes een keer wat anders. Ik ben ziek, maar ik wil dit al zo lang opnemen en ik ben ziek, maar in mijn hoofd ben ik gewoon vrolijk en had ik gewoon zin om dit te doen. En ik wilde weer een keer een weekendvideo, dus ik dacht, nu is het tijd. Ik heb dit best wel lang gewacht om deze video op te nemen, want eerst vond ik het een beetje voelen als een soort van reclame. En in mijn weekvlogs doe ik ook, laat ik heel veel zien over mijn eigen webshop. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om een kijkje achter de schermen te geven bij hoe het nou is om een webshop te hebben. En de hele opbouw ervan. Ik heb jullie echt van het begin tot aan nu meegenomen in het hele proces. En ik vind dat zelf ook super leuk om terug te kijken. En toen dacht ik van ja, ik heb al best wel, vanaf het begin maak ik al shoplogs. De meest gemaakte video's op mijn kanaal zijn denk ik shoplogs. Heel veel kijkers zijn er omdat ze van shoplogs houden. Toen dacht ik, waarom maak ik niet een shoplog van mijn eigen webshop? Ik heb zoveel leuke dingen. Ik stop er zoveel passie, liefde, energie in. Op het moment shop ik ook voornamelijk op zoek, zeg maar, ben ik tijdens het shoppen op zoek naar dingen voor mijn eigen webshop. Meer eventjes dan op het moment in de H&M en zo, snap je wat ik bedoel? Ik shop dus iets minder voor mezelf, omdat ik iets meer voor mijn webshop bezig ben. Maar daar shop ik ook voor mezelf, want ik vind alles zo leuk dat ik alles wil houden. En helaas moet ik natuurlijk ook de kleding aan jullie laten zien op YouTube en moet ik de kleding ook houden. Dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. En ik heb nu zo'n leuk rekje hier. En Ruben die vond het goed om een rek in de woonkamer te zetten. Toen dacht ik, nou, nu moet ik echt een shoplog gaan opnemen. Ik wilde eerst ook alle aanbeelden en zo laten zien. Maar toen dacht ik, ja, ik heb zoveel werk gestopt in alle foto's op de website. En die foto's laten de kleding zo duidelijk zien dat ik het een beetje onzin vind om alles weer aan te gaan trekken en te laten zien. Dus voor de foto's van de kleding verwijs ik je gewoon naar de website door. Daar staan hartstikke duidelijke foto's op. En in mijn weekvlogs laat ik ook heel vaak de kleding zien. En op Instagram. Maar ik wil gewoon even de producten laten zien. Dus toch, zeg maar, gewoon op deze manier gewoon echt even zo laten zien. Dus laten we daar meteen mee beginnen. Dit is dus een online fashion shoplog van mijn eigen webshop van Comois. Er is nog geen één shoplog op het internet van Comois. Dus ik vond het gewoon te leuk om dat te doen. Ik heb echt letterlijk net deze jurken op de website gezet. Net geshoot ook vandaag. Ik ben er eigenlijk net klaar mee. Ik moest even wachten tot mijn camera weer batterij had. Dus dit heb ik net op de website gezet. Komt-ie. Zo mooi. Deze jurk. Deze jurk is er in 3 kleuren. Want ik zag hem en ik kon gewoon niet kiezen. Ik vond het zo leuk. Deze jurk heet Just Perfect. En we hebben hem dus in 3 kleuren. En dit zien jullie eruit zitten. Dit is een midi jurk. Dus hij valt tot net op of net onder je knie bij mij. Ik ben 1,74 en in de beschrijving van de dingen staat altijd wat mijn maat is, welke ik draag, hoe lang ik ben. En hij is gewoon te lang om te laten zien. Het is heel erg leuk, want hij zit hier vast met 3 knoopjes. 1, oh, dat moet ik even aanpassen. 4 knoopjes, want ik had die niet gezien. Je kunt hem dus helemaal tot boven dicht doen. Je kunt deze open doen. Deze open doen. Lager zou ik hem niet doen. Ofwel, als je ervan houdt. Korte mouwtjes. Ik vind hem echt perfect voor de herfst. Maar ik kan natuurlijk ook makkelijk met een jasje erover. En ik vind het zelf altijd lekker als het wat kortere mouwtjes zijn. Want dan vind ik een jasje ook lekkerder zitten. Hier sluit hij dus best wel gewoon strak aan. Niet strak, maar gewoon hij sluit aan om het lichaam. En dan in de taille tot beneden. Hier valt hij wat losser. En dan loopt hij wijd uit van onder. Echt wijd. Hij heeft hier ook zo'n detail. Ik weet niet of dit nou een A-lijn model is. Maar hij loopt in ieder geval echt wijd uit. En hij zit hier dus ook niet strak. En dat vind ik zelf heel erg fijn. Want als je mij kent, weet je dat ik daar niet van hou. En dan kun je hem dus wel door middel van het riempje in je taille accentueren. Voor mij valt hij niet groot. Dus hij zit bij mij in mijn taille al niet heel erg los. Maar stel dat je hem zo koopt dat hij dus net een beetje wijd voor je valt. Vind ik het zelf ook heel erg mooi. Want dan valt hij dus wat losser en kun je hem dus door middel van de taille zo accentueren. Weet je wel, dat het hier een beetje zo dubbel gaat. Als je, zoals je eigenlijk ook nu op de hanger ziet. Dat je echt zo, taille en dan zo wijd uit. Maar, dus dat is als je wat kleinere maat hebt bijvoorbeeld heel leuk. Bij mij kan dat niet, want dit is de grootste maat en deze draag ik. Dus bij mij valt hij gewoon ook zonder riempje al best wel aansluitend. En dan dus wel wijder van onder. En die hebben we ook in deze mooie beige kleur. En ik kan echt niet kiezen welke kleur ik het leukst bij mezelf vind staan. Dus ik ben heel benieuwd, als je de foto's hebt bekeken, welke kleur vind je bij mij nou het leukste staan? En we hebben ook nog in deze, ik ga hem niet weer helemaal eraf halen, want het is hetzelfde. In deze mooie groene kleur. In de winkel dacht ik van, dit is mijn lievelingskleur. Maar toen ik de foto's ging maken, wist ik het niet zo goed. Dan hebben we de Girl Boss Blue Shirt.
En ik had een hele leuke wavy material blouse jurk in het grijs, groen en in het zwart op de site staan. Maar bij mij zijn dingen heel snel uitverkocht. Omdat ik niet heel veel inkoop van producten. En soms ga ik dan terug naar de winkel waar ik het gedaan heb. En dan is het niet meer verkrijgbaar. Dus dan is het er niet meer. En daar baalde ik heel erg van bij deze blouse jurk. En toen kwam ik wel een iets duurdere variant tegen. Maar echt nog mooier vind ik zelf. En dat is deze. Hij is echt zwart. Hij is een heel erg zacht stofje. Oh, je gaat... Mijn hoofd is echt helemaal wit. En hij heeft allemaal knoopjes. En dan vanaf hieronder zitten er geen knoopjes meer. Maar het is een heel net en degelijk model. Door de kleur is hij heel chic. Hij heeft dat riempje hier in de taille. Wat hier ook vast zit aan de zijkanten. Waardoor je het mooi kunt accentueren. En dit is echt mijn favorite. Als je mij langer volgt, dan weet je gewoon dat ik hier heel erg van hou van blousejurken. Het is een dikke stof, een zachte stof, nette stof. Hij heeft echt een luxe uitstraling. En op de site zie je de foto's dus beter. Kun je hem beter bekijken. Nette lengte, echt ideaal ook om in te werken. Ik werk dus als leerkracht, maar ook bijvoorbeeld als je op kantoor werkt of zo, is hij echt top. Heel leuk met de panty en laarsjes. Dan hebben we de Bubbly Dreamer vesten. Deze vind ik zelf heel erg leuk. Hele mooie details op de mouwen. En dit is een one size model trouwens. En ik heb maat XL, XXL en ik pas hem dus ook. Maar heb je dus een kleinere maat, dan valt hij wat meer oversized. En dat vind ik zelf ook heel leuk. Hij sluit heel erg mooi aan bij de armen. Dus hij valt niet te lang of te kort. Echt precies tot mijn polsen. En het is een niet kort en niet lang model. Dus een normaal model. Echt heel mooi. En die is er ook in het groen. Ik heb best wel veel groene dingen, maar ik vind het zo'n mooie kleur. Groen staat volgens mij ook echt iedereen. Vooral deze kleur groen. Dus deze vesten vind ik echt super, super. Ze zijn zo lekker warm en zo mooi afgewerkt. Echt heel leuk. Ik kijk trouwens steeds niet naar mezelf, maar of de kleding duidelijk in beeld is. Nog meer leopard jurken. We hebben namelijk... Even kijken hoe die ook weer heet. Sommige namen onthoud ik, maar sommige onthoud ik echt niet. Ik ga trouwens ook nog even wat mutsen en sjaals en zo laten zien. En wat haarbanden. Sieraden ga ik niet laten zien, want die foto's op de site zijn zo duidelijk. Dat is gewoon wat je daar ziet, is het ook. Maar ik heb ook heel veel leuke sieraden. Oh ja. Deze heet Let's Do This. En dit is een blouse jurk. Maar die gaat maar tot ongeveer hier met knoopjes. En daaronder valt hij gewoon los. Deze loopt niet wijd uit of iets. Hij loopt eigenlijk gewoon recht van boven naar beneden. En er zit geen riempje bij. Maar die zou je er natuurlijk omheen kunnen doen. En zo'n beetje een grijs-groene kleur. Gewoon echt een blouse. En hij valt tot boven je knieën. Nogmaals, als je mij volgt, weet je gewoon dat ik hier gek op ben. En ik zei laatst nog in een vlog van... Ik hoop dat ik dit soort items kan vinden voor mijn webshop. En heb ik het gevonden. Deze heeft geen split aan de zijkant. Of dat hij hier een split heeft. Dus hij is ook wel weer wat degelijk. En je hoeft niet bang te zijn dat als je gaat zitten, dat je dan vanaf de zijkant bijvoorbeeld wat sexy ziet of zo. Want ik heb ook wel een jurk, blouse jurk met hier zo'n split. Dat heeft deze niet. Dat heeft die zwarte ook niet. Maar die zwarte heeft dus wel de Girl Boss jurk van voren een split. Maar door de lengte is dat weer niet te kort. Dat het dus redelijk lang is. Dus ja, het was zo'n jurk dat je echt denkt, je ziet bijna je ondergoed. Dat is gelukkig allemaal niet. Want ik, eigenlijk alles op de shop op dit moment is ook gebaseerd op dat je er ook in naar je werk zou kunnen. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Maar ik als leerkracht werk, ik wil er wel gewoon leuk uitzien zoals ik ben. Ademen. Maar het moet wel netjes zijn. Dus dat is deze. Een hele mooie grijs-groene kleur. Even om de kleuren naast elkaar te laten zien. Deze twee lijken dus best wel erg op elkaar. En dit even om de beige te laten zien. Zie je, dus echt wel heel anders. En deze hebben we ook in deze kleur. En ik heb een heel tof Primark setje gekocht. Heb je misschien kunnen zien, een rokje en een jasje. Lijkt er een beetje op. Dit is wel echt wat geler. Maar dit vind ik zelf heel tof en gewaagd. En je moet ervan houden. Ik vind het heel cool. Een beetje mosterd, oker, bruin, geel. En het is eigenlijk precies hetzelfde. Dus daar ga ik niks meer over vertellen. Maar allemaal degelijk nette modellen en toch hip. Nou, hiervan hebben we er nog maar eentje. Maar dit is echt, daar ga ik niet te lang over praten. Deze passen ik dus helaas niet. Het hele verhaal erachter heb je in mijn weekvlogs kunnen zien. Maar dit is echt de mooiste leopard jurk ooit. Deze stof is echt zo zacht. Deze is ook iets duurder. Hij is wel in de sale trouwens. Dit is een prachtige maxi dress. Echt de mooiste ever. En ik baal zo dat ik hem niet pas. Dan deze gaat maar tot maat L. Heel mooi zacht stofje. Gewoon prachtig. Maar deze is niet nieuw. Dus die ga ik niet te veel aandacht aan besteden. Maar er is er dus nog één verkrijgbaar in de maat L. En zegt, de mensen die me hebben gekocht zijn er ook echt heel blij mee. Ik vind het zo leuk ook om die
reacties te krijgen. Deze komt hopelijk wel weer op voorraad. Ik weet het niet. We hebben er nu nog één in de maat L. Dit is het goedkoopste item uit de shop. Ik probeer ook echt goedkope betaalbare items te doen. Maar het is lastig om te vinden. Omdat ik natuurlijk niet een eigen merk ben. Zoals de H&M. Dat alles voor mij wordt gemaakt. Ik moet het gewoon inkopen. Dus er zit natuurlijk steeds weer een stap tussen. Het is niet dat het voor mij in een fabriek gemaakt wordt. Dus heel goedkoop is nog niet mogelijk. Maar ik probeer het zo goedkoop mogelijk te doen. Dit blouseje. En heel veel vinden hem ontzettend leuk. Hij is ook al best wel veel gekocht. Deze valt best wel oversized. Want ik heb hem, staat op de site, in een maat L geloof ik. Hij valt echt best wel losjes. En hij is van achter, zoals je kunt zien, langer dan van voor. Vind ik altijd fijn. Want ik ben niet zo sportief. En dan hangen mijn billen. Zijn ze niet mooi strak. En dan zie je dat niet. Want er hangt gewoon een blouseje overheen. Zonder dat hij van voor ook heel lang is en heel sloom. Dus hij blijft wel pittig. En dan heb je hier een beetje zo'n detail. En deze is gewoon super leuk en cute en leuk. En dan deze heet I'll Be Ready in 5. Die vond ik heel leuk. Deze lijkt dus heel erg op deze twee. Maar dit is een wat langer model. Ik vond de titel zo leuk omdat je trekt dit aan en je bent eigenlijk klaar. Panty eronder kan, schoentje eronder, maar je bent klaar. Dit is eigenlijk hetzelfde. Is deze iets langer van achter? Oh, dat wist ik niet eens. Dat is handig, dat is leuk. Precies hetzelfde. Als dus die gele en die grijs-groene. Maar dit is een langer model. Deze valt over op tot over je knieën. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe lang je bent. Maar deze is nog netter en nog langer. En ja, in een donkergroene kleur. Even om de kleuren weer te vergelijken. Deze is dan ook 2 of 3 euro duurder. Want langer model. Kijk, echt wel verschil in de kleur. En deze is ook best wel nieuw. Deze is zo leuk. Ik heb vandaag even nieuwe foto's gemaakt. Want ik vond de vorige niet zo goed. Dit is een hele mooie blouse. Ik weet dus niet hoe ik dit kan uitleggen. Maar ik heb expres hele ingezoomde foto's op de site. Want het is een heel bijzonder stofje. Maar je gaat het denk ik niet kunnen zien. Kijk, deze blouse heeft echt hele mooie details. En er zit een soort van bijna leather-achtig patroontje in of zo. Sorry voor mijn nagels. En hier hele mooie details. En het is een hele zware, dikke, totaal niet doorschijnende, echt een herfst-winter blouse. Dus vaak wil ik een blouse aan als het koud is. Maar dan krijg je het gewoon koud. Omdat het zo dun is. En dit is echt een dikke stof. Dit is heel erg oversized. Ik heb hem zelf in een M en dan valt hij nog wijd. Hij is ook van achter langer. Het is echt gewoon, je hebt echt wat aan. Hij is heel leuk lang. Hij is heel leuk in je broek. En het is gewoon een hele chique. Ik vind het altijd echt jammer dat je dat volgens mij niet zo goed ziet. Maar je moet het echt voelen. Een hele chique, dikke. Zonder dat het zwetend is of zo hoor. Maar hele mooie afgewerkte blouse. Gewoon echt, ja, hele mooie kwaliteit. Heel leuk is deze, echt heel leuk. Dan vind ik dat voor nu wel even genoeg voor de kleding. Want dan ga ik nog even wat andere dingen laten zien voordat deze video 1000 uur gaat duren. Oké, ik ga gewoon nu even webshop like dit doen. Even om te laten zien hoeveel haarbanden we wel niet hebben. We hebben deze. We hebben een velvet. We hebben deze. Deze zijn heel leuk. Het zijn een soort bandana's. We hebben hier allemaal haarbanden. Een beetje zomers. En dit soort haarbanden. En dit soort echt voor ieder wat wils. Heel leuk. Slangenprint. Dit is echt wel mijn fave. Velvet Leo. We hebben dus deze. En ik zeg we, omdat Ruben en ik dit samen doen. En deze. Dus net wat je leuker vindt. Oké, niet te lang. Dat zijn echt haarbanden. We hebben ook hoofdbanden en mussen voor de koude draag. Die ga ik ook even laten zien. Oh, we hebben ook heel veel zonnebrillen. Die ga ik wel niet allemaal laten zien. Maar dat is trouwens ook handig als het herfst is. Want dan heb je ook genoeg zonnebrillen nodig. En alles komt in dit leuke hoesje. We hebben ook hele toffe handschoenen. Ik ga ze er niet uithalen. Deze, heel mooi zacht. Deze. Die heb ik zelf ook. Deze. En dit is zeg maar zwart snakeskin. En ik ga even die leopards laten zien, want die heb ik zelf ook. Dit zijn ze. Ik heb er ook net foto's van gemaakt. Er komt ook binnenkort eentje op Instagram. Als dat kouder is, want het is nu mooi weer. Kijk. Echt een hele lekkere, zachte, dikke stof waar echt bijna geen wind doorheen komt. Ik heb nog niet echt getest, moet ik zeggen. Maar ik voel gewoon dat het heel dik is. Dit zijn ze. Ik vind ze zo mooi. Ik vind het ook mooi dat ze gewoon hier wel zwart zijn. Toch wel wat chic. En niet too much. Ja. En dit strikje is heel mooi. En ik vind het heel mooi. En gewoon super leuk. En we hebben headbands.
Nu zat mijn haar al niet echt fantastisch, dus het maakt niet uit. Dat zijn dit soort banden die ook... Nu lijkt ik kaal. Heel lekker over je oor gaan. Zonder dat je dus een hele muts op moet. Dus dit is altijd zo top. Soms als ik mijn haar niet... Het ziet er nu heel raar uit. Als ik mijn haar niet gesteld heb, doe ik wel eens een muts op. Want dan wordt mijn haar plat. En dan hoef ik het niet echt te stylen, dat is top. Maar stel dat je haar helemaal mooi zit, dan doe ik zoiets. Heb je toch lekker warme oren, warm hoofd. Bijvoorbeeld op een scooter ideaal. Deze hebben we nog in roze en grijs en groen. En het is top. Het houdt je echt heel warm. Nou ja, net als elke hoofdband. Nou, dit is nog van de zomer, maar dit heb ik heel veel laten zien. Dit vind ik echt zo geweldig. Dit is ook voor nu leuk. Maar dit was op het strand echt ideaal. Je doet het in je haar, op je hoofd, als sjaal, aan je tas. Echt heel leuk. Ik zit even in mijn eigen laadje met mijn eigen spullen. Nou, dan dus deze headbands. Die kun je dus zo... Ik heb best wel een groot voorhoofd, dus ik doe het vaak zo. Maar sommige mensen hebben een klein voorhoofd en die dragen het zo. Of ze dragen hem juist met deze kant. Maar dit is een heel mooi velvet stofje. Het is ook lekker warm voor de winter en de herfst. Nou ja, dan heb ik nog mijn lievelingszonnebril. Geweldig. Ik heb ook, als je een lenzendrager bent, heb ik dus echt pas kort geleden ontdekt dat dat slim is om te doen. Dan moet je dus, oh ik film echt al heel lang. Als je bijvoorbeeld gaat autorijden of zo, of op de scooter met wind, gewoon een bril opdoen. Want dan droog je ogen niet zo uit. En sowieso fijn om een zonnebril niet alleen in de zomer te dragen. Gewoon als bescherming voor je ogen. Allemaal leuke kettingen, die ging ik niet laten zien. En we hebben natuurlijk de handgemaakte armbandjes. Die op maat worden gemaakt. Deze. En deze zijn bijna uitverkocht. Omdat het niet meer te verkrijgen is. We hebben er echt nog heel weinig. Heel jammer. En we hebben ze ook nog zonder bedel. Dus gewoon zo. Heel leuk. Even kijken wat ik nog meer wil laten zien. Dit zijn de andere headbands. De roze is een beetje lila. Superleuk. Oké, ik ga echt niet alles uitpakken. Want... Het is dus heel verleidelijk om alles zelf te houden, maar dat zou niet heel slim zijn, want dan ga je echt meteen failliet. Muts. Deze muts heeft dus van binnen, dat ga je niet zien, maar van dat fluffy. Zo'n hele dikke muts van dat fluffy aan de binnenkant. Heel leuk. En deze heeft dat ook. Echt geweldig. Hier zit fluff in. En dit is zo'n bear met twee pompommetjes. Deze vind ik echt geweldig. Die hebben we ook in het zwart. En ook nog in het grijs. En we hebben ook nog, dit zijn twee verschillende. Zie je, deze is nog meer bruin. Dit is gewoon een muts, ook met dat zachte aan de binnenkant. En een beetje een nude kleur. En die hebben we dan ook echt in het roze. Dit was eigenlijk wel mijn fave. Maar eigenlijk vind ik die met beren ook heel leuk. Kijk dit. Ik moet deze graag houden. Dit moet ik even laten zien. Oh, jongens. Ah! Kijk! Zal ik even mijn haar los doen? Deze wil ik houden. Dit moet ik houden. Ah. Ja. Jongens. Zit zo lekker. Kijk. Heerlijk. Ah. Ik wist trouwens, heel eerlijk gezegd, niet dat ze allemaal van dat lekkere fluff van binnen hadden. Oh. Zalig. Dat is toch zalig, allee. Oh, de shelves. Ik denk al, ik wilde nog iets laten zien. Nou, ik heb ook hier nog alle bakken met de zomercollectie. Dus, bijvoorbeeld met dit hele leuke jurkje. Maar dat moet je maar op de site kijken. Is allemaal in de sale. Dit is wel nog even belangrijk. Hieronder staan namelijk nog alle sjaals. Oh, en tasjes hebben we ook nog. Dit tasje. Ik ga het maar even afdoen. Heel veel tasjes zijn wel uitgekocht. Ik ga niet alle sjaals. Dit is een, ik ga ze niet helemaal uithalen. Een hele dikke sjaal. Heel dik en zacht. Een soort leopard. Grote leopard spot. En die hebben we ook in het... In deze kleur. Super leuk. Ik vind dat leuk, meerdere kleuren, want dan kan je echt wat meer bij jou past. Deze vind ik ook heel leuk. Deze. Colorblock. Happy. Roze. Oh, het zit mijn haar mooi. Zie je? Zie je dat het echt grote, dikke sjaals zijn? Oh ja, we hebben ook nog deze. Heel mooi. Met grijs. Grijs en licht roze. Nou, we hebben nog veel meer sjaals. Maar we hebben bijvoorbeeld ook hele leuke make-up tasjes met lepper. Ja, mijn huis is een winkel. En dit tasje is ook heel mooi. Deze. Zo, oh. Zo mooi. En deze kan je dus als
shoulder bag of als bum bag. Kijk maar. Deze sjaal draag ik op het moment zelf. Dit is een beetje een tussenmaat als in... die ik net liet zien waren nog dikker. We hebben ook dunnere. En dit is gewoon eigenlijk ook al heel lekker dik. Maar die andere zijn nog dikker voor in de winter. En deze zijn juist ideaal voor nu. Kijk, en deze leopard spots lijken dus op hartjes. Ik denk dat ik het er voor nu even bij laat. Ik ben zo druk geworden nu. En ik maak echt een troep van het huis. Eigenlijk was mijn idee om zeg maar een paar kledingstukken te laten zien. En dan een paar andere dingen te laten zien. Echt als een shopblog. Uiteindelijk werd het gewoon een soort van chaotische webshop shopblog. Maar ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Er staan super veel foto's op de site. Productfoto's. Niet bij elk item. Want ik wil niet alles openmaken en alles houden zoals ik al zei. Dus niet bij alles staan productfoto's, maar bij heel veel items wel. En er staan ook afmetingen bij, materialen. Dus daar kan je heel veel info uithalen. Deze is echt amazing. Velvet. Heel stevig. Ja, ik vind het gewoon super leuk dat ik nu eindelijk deze video heb opgenomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Deze trui is trouwens ook op mijn shop, maar die is niet meer verkrijgbaar. Helaas, deze is echt geweldig. Sorry, volgens mij was ik heel druk in deze video. De batterij is leeg. Ik ga stoppen. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. Voor meer shopblogs, ook gewoon van andere winkels. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot bij de weekvlog. Doei!